Het demonteren van de zitting en vervangen van het singelband. Maak duidelijke foto's van je stoel. Haal de zitting eruit. Je hebt je houtsloophamer, nietenwipper en een tang nodig. O jee, deze vloerdelen gaan we vervangen door wat degelijk stoffeermateriaal. Nieuwe singels. Eerst moeten we de oude stof verwijderen met een nietenwipper, sloophamer en tang. Werk altijd vanaf de binnenkant van het frame. Op deze manier beschadig je het hout dat in het zicht is niet. Verwijder alle oude vulling, inclusief het oude singelband. We gaan het vervangen. Vergeet niet je bescherming te dragen. Maak het frame schoon met wat schuurpapier. Controleer of er ruimte is tussen de stoel en het frame. De nieuwe lagen vulling en stof moeten erin passen. Als je geen springveren gebruikt, dan bevestig je het singelband altijd aan de bovenkant van het frame. Oeps, voordat ik het vergeet, maak aan alle kanten een schuine rand op het frame. Meet je singelband op, de mijne is 7 cm breed. Markeer het midden van je frame, voor- en achterkant. Plaats het midden van de singel tegen het midden van je frame en gebruik deze om te markeren waar de singels komen. De voorkant is breder dan de achterkant. Begin dus aan de achterkant. Verdeel de singels, zorg dat het band niet tegen de zijkant aankomt. Hier zie je dat de achterkant smaller is. Begin in het midden. Bevestig met twee rijen nietjes op 2/3 van de regel. Draai het frame om en zet het vast met lijmklemmen. Zet je singelspanner tegen de zijkant van het hout. Leg het singelband over de spanner en trek de tanden er doorheen. Druk dan naar beneden. Bevestig met een rij nietjes. Ze mogen 8 tot 10 mm lang zijn. Eenmaal vastgemaakt, neem je de spannen weg en knip je de singel af. Vouw de band terug en zet vast met twee rijen nietjes. Zorg ervoor dat je de eerste rij nietjes onder de vouw niet raakt. Eerst alle singelbanden van achter naar voren. Verdeel de ruimtes. Het klopt dat de singels schuin naar voren lopen. Zorg ervoor dat de singels het hout aan de zijkanten niet raakt. Elke keer dat je gaat zitten zal het wrijven en snel beschadigd raken. Nu is het tijd voor de singels van links naar rechts. Wederom, middels de markeringen. De eerste gaat onder, dan boven en dan weer onder. Net als weven. De tweede singel gaat eerst boven, dan onder en boven. Hetzelfde aan de andere kant. Verdeel de ruimtes ertussen. Zo, het singel is gedaan.